In deze video gaan we kijken naar mijn aandelenportfolio bij de Giro. Welke aandelen heb ik in bezit? Wat is mijn mening over deze aandelen, over deze posities? En misschien ook wel welke fouten heb ik gemaakt. Laten we niet langer wachten, maar gewoon meteen beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. We gaan in deze video dus kijken naar mijn portfolio bij de Giro op dit moment. Maar zometeen de posities die ik zie, ga nou ook niet deze aandelen kopen omdat ik ze in bezit heb, omdat ik er iets over zeg. Ik ga altijd zelf natuurlijk goed je onderzoek doen, maar neem eventueel wel mijn mening, mijn feedback, mijn inzicht zeg maar wel mee in je eigen onderzoek. En heb je zelf nou nog andere inzichten, andere feedback, laat dat dan zeker weten in de reacties onder deze video, zodat we ook allemaal weer van elkaar iets kunnen leren. En laten we dan maar meteen gaan kijken naar mijn portfolio bij de Giro. Dit is een screenshot van ik geloof gisteren dat ik deze heb genomen. En dan zien we dat mijn portfolio op dat moment zo ongeveer rond de 130.000 euro was, waarvan zo'n 120.000 euro winst. Dat zou dus betekenen dat ik 10.000 euro nog van mijn eigen geld erin heb zitten. Het is niet zo dat die 10.000 euro nu 130.000 euro is waard geworden. Ik heb geloof ik in totaal ooit 70.000 euro geïnvesteerd. ...maar uiteindelijk ook weer 60.000 euro uh, winst eruit gehaald. Um, volgens mij een van de vorige video's waarin ik mijn portfolio bekeek... ...dat was in augustus vorig jaar maakte ik een video... ...toen was het vermogen in mijn account zeg maar rond de 190.000 euro... ...dus een verschil van zo'n 60.000 euro met nu... ...en dat is ook ongeveer het bedrag dat ik eigenlijk sinds die periode eruit heb gehaald. Um, ik heb vorig jaar een keer een groot gedeelte verkocht winst genomen en dit jaar nog een keer een klein gedeelte. Dat geld heb ik er toen uitgehaald omdat bepaalde posities gewoon te groot waren. Ik wilde wat winst nemen, ik wilde ook wat geld achter de hand houden om eventueel te profiteren wanneer er een keer een dip zou komen, want je had toen het wel echt te maken met een hype. Dus ik heb wat winst eruit gehaald, nu nog achter de hand. Aan de ene kant gewoon als buffer, om mijn eigen buffer wat uit te breiden aangezien ik nu natuurlijk ZZP'er ben. Ik heb geen vast salaris meer, dus ik moet iets meer zekerheid hebben. Ik kan natuurlijk nu profiteren van dips in de markt op deze manier, maar ik kan natuurlijk ook zelf met dat geld investeren in mijn eigen bedrijf. Dus allemaal redenen. Om ja, eigenlijk toen dus een gedeelte van mijn portfolio te verkopen en dus winst daarop te nemen. Maar laten we dan even gewoon per positie wat gaan benoemen. En we beginnen met de grootste positie. En dan gaan we langzaamaan richting de kleinste positie. Wat percentage en dus ook wat bedra bedrag betreft. En de eerste positie, de grootste, is dan VWRL, de bekende uh, ETF van Vanguard. Die goed is voor zo'n 37% van mijn belegde vermogen bij de Giro. En hij staat hier even onderaan. Dus laat ik mezelf even in de hoek gaan zetten. Zien we hem hieronder staan? Uh, Vanguard, VWRL. Nu zo'n 510, of precies zelfs 510 aandelen. Een koers die rond de 90 uh, euro zit op dit moment. Goed voor zo'n 47.000 euro. Mijn gemiddelde aankoopkoers ligt op 100. Dus ik sta hier wel zo'n 7% in de, in de min. Um, dat is denk ik vooral. Ik, ja, ik, in het begin heb ik deze positie langzaam opgebouwd. Maar toen, zoals gezegd, vorig jaar, eind vorig jaar. Een gedeelte verkocht van wat aandelen. En een groot gedeelte daarvan heb ik toen geïnvesteerd in VWRL. Dus ik nam winst omdat ik vond dat de markt hoog gewaardeerd was. Maar ik heb uiteindelijk ook natuurlijk wel geïnvesteerd op het moment dat de markt hoog gewaardeerd was. Is op zich niet zo heel erg dat dit een, een ETF is die voor de lange termijn gaat. Een lage kosten, relatief lage kosten. Zeker als je gebruik maakt van de Giro. Dat is natuurlijk het platform waar ik hier gebruik van maak. Hij valt in de kernselectie van de Giro, waardoor je hem eigenlijk iedere maand kosteloos kunt kopen. En mocht je trouwens nog willen beginnen met beleggen, wil je kijken naar de Giro, maak dan gebruik van mijn link onder de video. Op die manier help je ook het kanaal, dus dat wordt ook altijd gewaardeerd. Dat is een van die redenen waarom ik nu VWRL heb um, en dit nu ook mijn grootste positie is. Um, ja, het is eventjes wat minder, maar de hele markt doet het wat minder, dus op zich is dat niet zo heel erg, vind ik. En kijken we dan naar mijn tweede positie. Dat is Tesla met zo'n 26% van mijn uh, portefeuille. Um, een positie, dat is dus de grootste positie die ik had. Waar ik veel winst heb, op heb genomen, eigenlijk het afgelopen jaar, eind vorig jaar en ook nog rond april dit jaar dat er nog even een piek was. Um, ik vond toen in ieder geval. Ik heb altijd natuurlijk heel erg geloofd in Tesla. Flink rendement opgemaakt. We zien het hier ook. Zo'n 125.000 euro op dit moment bij de huidige koers. Um, maar het was wel zo'n moment dat ik vond dat toen te hard steeg, te, te snel ook hard steeg. Dat was voor mij een reden om af en toe bepaalde dingen toen winst te nemen. Toen was de koers nog voor de stock split bijvoorbeeld op 900 dollar, op 1000 dollar of 1100 dollar heb ik telkens wat aandelen verkocht. Ja, die winst die ging onder andere dus naar VWRL. En zoals ik eerder ook heb verteld in een video over de watchlist, um, daar stond Tesla het aandeel ook in. De koers was toen geloof ik rond de 300 uh, dollar. En dan laat hem even de grafiek erbij pakken. Dan zien we 300 dollar dat dat rond deze lijn is. Dus ik weet niet precies welk moment. Maar ik heb toen wel aangegeven van ik vind het wel interessant, maar niet bij de huidige koers. Um, ik zou eerder richting de 200 dollar willen denken om eventueel rond die tijd weer te gaan kijken of het eventueel interessant is om in te stappen, nou, we zien het hier ook, de koers is inmiddels zo bijna rond de 200 dollar, weer een flinke daling hebben we gezien, dus het zou zomaar kunnen dat die binnenkort weer interessant wordt, het is natuurlijk wel zo dat het al een grote positie is, um, wat bedrag en dus ook wat percentage betreft, en dat was ook een reden van mij om juist Tesla te verkopen, omdat het eigenlijk, nu is het zo'n 26% wat ik zei van mijn portfolio, maar toen was het ergens in de 60, richting de 70%, dus dat was een van de redenen omdat dat de dus spreiders, het is ook misschien een reden om niet per se uh, meteen veel bij te kopen. Alleen ik vind het wel heel interessant als die koers daalt. Vind ik het nog steeds een interessant aandeel om toch wel eventueel mijn positie uit te breiden. Waarom vind ik het dan interessant? Ook heel belangrijk, natuurlijk. Het is nog steeds een bedrijf, een aandeel dat ik bijna dagelijks het nieuws over volg. En het is misschien niet zozeer het, de, auto's zelf die, de auto's zelf die het meest interessant zijn. Al is het natuurlijk wel, je ziet wel, het is een autofabrikant. Maar wel op een totaal andere manier. Ze zijn al helemaal voorbereid op die toekomst. Alles is al gericht richting de toekomst. Terwijl juist andere autofabrikanten ook bezig zijn met de toekomst. Maar ondertussen ook nog heel veel kosten hebben om het oude systeem in, in gang te houden. Daar heeft Tesla geen last van. Als je echt gaat kijken, dan is het denk ik de technologie bij Tesla. Aan de ene kant de batterijen. Ze hebben een grote productie. Dat is natuurlijk heel belangrijk. De batterijen kunnen maken. Maar ze zijn ook kwalitatief gewoon heel erg goed beter dan lopen ze nog steeds jaren voorop ten opzichte van concurrenten en kijken we bijvoorbeeld naar de laatste ai day de software het richting het zelfrijdende dan zie je gewoon dat er enorme stappen gemaakt worden zonder het gebruik van lidar puur op camera of ja, op zicht is eigenlijk en Als je ziet wat daar mogelijk is het zal waarschijnlijk nog jaren duren voordat het uiteindelijk ook wettelijk wordt toegestaan maar je ziet gewoon de data die zij verzamelen en data is gewoon heel belangrijk dus je ziet welke stappen zij nemen en dan heb je misschien zoiets als een robot op dit moment. Het is misschien niet zozeer dat dat interessant is, dat dat bij iedereen thuiskomt Maar als je gaat kijken wat die robot ziet, hoe die dat interpreteert, hoe die verschillende objecten andere kleuren geeft, dat die weet wat daar aan de hand is, wat die moet doen. Dat is dus eigenlijk die software die ook in een auto aanwezig is. En dat biedt gewoon heel veel mogelijkheden. Een totaal ander voor die model in de toekomst. Dus dat maakt het onder andere dat Tesla, vind ik in ieder geval, zo'n interessant bedrijf is. En dan werd me laatst nog door iemand gevraagd om dan in ieder geval voor het aandeel Tesla even een waardering te laten zien van waarom ik tot een bepaald, bepaalde koers kom waar ik het interessant vind. Nou, ik maak dus weer gebruik van Beleggertools, de website die ik heb gemaakt juist om aandelen te ontdekken, te analyseren en te waarderen. Binnenkort komen er weer wat leuke uh, features bij, wat updates aan, dus nog eventjes wachten daarmee. mee. Maar als we gaan kijken en we gaan een waardering maken voor de komende vijf jaar, um, zit precies achter mijn dingetje, vijf jaar... Dan heb ik een bear, een base en een bull case. Op basis van wat analisten ook een beetje verwachten, zie je dat 25, 35 of 45% groei per jaar voor de komende vijf jaar. Je ziet de netto winstmarge, die was afgelopen jaar heel goed. Maar als je gaat kijken op kwartaalbasis, zie je dat het sommige kwartalen ja, meteen al 12, bijna een beetje het laagste is. Andere kwartalen weer wat stuk hoger, nu eventjes weer wat minder. Heeft natuurlijk ook met de supply chain te maken, dus... Ik denk over een tijdje dat ze best wel eens richting de 12 en hoger kunnen gaan. Dat ze ook snel grote stappen kunnen nemen. Want je ziet dat iedere fabriek die ze bouwen veel efficiënter wordt. Dus daarom denk ik uiteindelijk, naarmate ze ook wat ja, um, volwassener worden laten we zeggen... ...dat snel kunnen verdubbelen, misschien wel richting de 24% in de bullcase De free cash flow zit daar iets onder, 10 tot 22. Geplaatste aandelen, het zal wat afnemen. Dat zien we het laatste jaar ook al. Maar het zal misschien altijd wel blijven zijn omdat ze voorlopig zeker nog wel het geld op willen halen, denk ik. Um, misschien niet bij een lage koers, maar bij een hoge koers misschien wel. Daar ga ik in ieder geval van uit in deze berekening. Geen dividend op dit moment, dus ook geen groei. En dan de P.E. multiple, op dit moment zo rond de 80... maar het daalt vrij snel, omdat de winstgevendheid van Tesla snel toeneemt. En we moeten ook vooral gaan kijken welke P.E., welke multiple geven we het... na die vijf jaar, als ze die groei al hebben doorgemaakt... dan kunnen we niet meer met zo'n hoge P.E.'s aankomen... Al zal Tesla over vijf jaar ook nog steeds best wel veel groeipotentie hebben, daarom 16, 20, 24 met 12% gewenst rendement en een gewone groei van 3% na die analyseperiode. Klik op analyseren, gaan we naar beneden. Zien we nu dus die koers van zo'n 216 dollar en dan in de bull case 350 op basis van de multiple, want dat is wel de multiple van 24. Dus het is maar de vraag. Of over zoveel jaar het bedrijf ook zo vaak keer de winst wordt uh, gewaardeerd. Kijken we naar de, de discounted cashflow, de DCF. Dan komen we zo net onder de 200 dollar. En dat was dus ook een punt waarom ik het interessant vind om vanaf die koers een beetje te gaan kijken. Nou, is het interessant? Welke laatste informatie hebben we? Gaan we kijken naar de base case, dan zit je tussen de 100 en 150. Dus daarom zal het ergens onder de 200 dollar zijn dat het eventueel wel richting die 150 dollar voor mij interessant wordt om, als de informatie in ieder geval goed is, dat uh, er geen grote verrassingen komen en dat soort dingen, dat het mogelijk wel interessant is om uh, mijn positie dus uit te breiden. Gaan we door naar het volgende aandeel en dat is Alibaba met een positie van zo'n 6% in mijn portefeuille. Uh, het is een aandeel waar ik zo'n 30% op in de min sta, ondanks dat ik niet eens zo'n heel hoge gemiddelde aankoopkosten heb. Die zijn hier rond de 122 dollar. Toen was het aandeel al flink gezakt. De laatste, eigenlijk het laatste jaar, iets langer dan een jaar, zie je al dat het aandeel en eigenlijk alle Chinese aandelen hard worden afgestraft. Aan de ene kant vanuit hun eigen Chinese overheid, die gewoon heel streng is op ja, eigenlijk de hele economie en de macht van dit soort bedrijven. Aan de andere kant speelt natuurlijk ook nog de spanning die er is tussen de VS en China, de exportverboden die er zijn. Daar kan een bedrijf zoals Alibaba misschien wel last van krijgen of de, de, de listing in Amerika, dat dat impact heeft. Dus... Heel veel, heel veel slecht nieuws over het aandeel. Maar als je gaat kijken naar het aandeel... op een af en toe een kwartaal de laatste tijd... wat na vaak heel veel... Um, nu, laat ik zeggen, nu niet meer zo heel veel groei... als dat het eerst deed. Kan ook komen juist vanwege de overheid die ingrijpt. Aan de andere kant, het is wel een winstgevend bedrijf. Het heeft nog heel veel potentie, heel sterke positie. Um, heel veel mensen maken gebruik van de diensten of eigenlijk de producten van Alibaba. Dus om die reden... Vond ik het gewoon heel interessant en ook als je daar een waardering van maakt, is het gewoon een heel interessante positie. Achteraf gezien lijkt het zo, zijn we daar flink op in de min, maar ik denk dat het als het sentiment ook vooral draait, ik denk dat het heel belangrijk is bij dit aandeel, niet alleen van de brede markt, maar specifiek China, dat het ook heel snel weer in de plus kan komen staan gaan we door met het volgende aandeel met ook 6% in mijn portefeuille en dat is Apple um, topbedrijf. Ik denk het bedrijf het meest waardevolle uh, merk, het meest waardevolle bedrijf op de beurs. Ze maken echt topproducten. Ik ben dan een Apple fanboy, maar niet alleen ik vind dat. Ook heel veel anderen vinden dat ze heel goede producten maken. En heel belangrijk, dus ze vragen hoge prijzen, maar we zijn ook bereid om die prijzen te betalen. Apple heeft daarom denk ik een heel goede positie. Mensen zijn heel tevreden met die producten. Maken daarom ook heel veel winst. Ze hebben niet het grootste marktaandeel. Maar als je gaat kijken naar de winsten die er gemaakt wordt in een sector, dan pakt Apple daar wel veruit het meeste. Dus ze weten het gewoon heel goed te doen. En daarom is het gewoon een heel interessant aandeel. Een aandeel dat ik al lange tijd heb. Um, we zien het dat ik nu zo'n ja, bijna 40% in de plus sta ook hier. En ik zou het dan ook niet zozeer zo snel uh, uitbreiden bij deze koers in ieder geval. Volgens mij. Um, ja ik had zelf veel berekening richting de 100 dollar dat het dan weer een punt zou zijn om daar in ieder geval naar te gaan kijken veel meer van die koersdingen vind je trouwens in die uh, watchlist video um, maar dus in ieder geval een positie waar ik heel blij mee ben waar ik ook in de plus op sta wat een mooi bedrijf is en gewoon ja, een goede reden is om Vind ik interessant om te hebben. En niet zozeer om nu te verkopen. Maar ook niet om te gaan bijkopen bijvoorbeeld. Gaan we door met de volgende positie. En die is zo'n 5% in mijn portefeuille. En dat is de tweede ETF. En dat is VUSA. Oftewel de Vanguard S&P 500 ETF. En hij staat wederom hier onderaan. Achter mijn dingetje. Um, een stuk kleinere ETF in ieder geval. Wat betreft uh, waarde die ik erin heb zitten. Net geen 7.000 euro. En de reden daarvan... Um, dit ik gewoon: deze richt zich specifiek op de SP 500. Uh, helemaal Amerika dus. Terwijl eigenlijk de uh, VWRL ook al voor zo'n 60% in Amerika zit. Dus ik ga hier wat meer specifiek richting Amerika. Maar ik wil het ook weer niet te groot laten worden. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik ze wel gekozen heb. Ook omdat die in de kernselectie van de Giro zit. Is wel wat interessant. Een iets lagere koers. Maar ik moet wel een beetje die verhouding um, goed houden. Hier staan we wel in de plus. Zo'n 5%, ondanks dat ook die markt, natuurlijk, die beurs, die index flink gedaald is. Maar dat heeft er vooral mee te maken dat eigenlijk het afgelopen jaar heb ik wel VWRL bijgekocht tegen een hoge koers. Dus terwijl ik juist niet FUSA heb bijgekocht tegen die hoge koers. Dus wat ik heb is eigenlijk al van een langere tijd geleden. En daarom zien we hier in ieder geval nog wel een positief uh, rendement dat ik nu heb. Dan de volgende positie: dat is Meta. Facebook dus eigenlijk ook zo'n 5% in mijn portefeuille. Een aandeel waar ik heel veel vertrouwen in had. Uh, misschien nu iets minder, maar dat is meer omdat er gewoon onzekerheid is ontstaan. Um, en dat zien we natuurlijk duidelijk ook in de koers. Ik sta ook inmiddels zo'n 40% in de min. Terwijl ik eigenlijk juist daar bijgekocht na die flinke koersdaling. Laten we trouwens even de grafiek erbij pakken. En met daar uh, dan zien we dat ik volgens mij voorheen op 175 zat of zo als koers gemiddeld. Uiteindelijk flink gestegen naar bijna 400 toen ook flink gedaald en uiteindelijk vanaf dat moment heb ik nog een keer ergens bijgekocht is het blijven dalen. Nou, nu inmiddels stelkes krijg ik bijna dagelijks meldingen van Yahoo Finance van Meta is weer op het laagste niveau in de afgelopen 52 weken. Um, kijken we naar het aandeel, het is natuurlijk vooral waarom komt het. Aan de ene kant omdat ze in één keer niet zo heel veel groei meer laten zien. Het is natuurlijk ook heel lastig om nog veel meer nieuwe mensen op je platform te doen als al meer dan 3 miljard mensen er maandelijks gebruik van maken. Je ziet misschien een beetje op dit moment de winstgevendheid afnemen omdat er nu gewoon minder geadverteerd wordt of je ziet dat advertenties minder waard worden. Um, dat heeft... Aan de ene kant economische redenen, hoe het met de economie, met de dingen gaat. Aan de andere kant de privacy-redenen vanuit iOS, dat het geblokkeerd wordt om niet meer jou te volgen in een app, kun je aangeven. Maar daardoor wordt er ja, dus minder een profiel van jou opgebouwd. Weten ze minder over jou, zijn uh, ja, advertenties minder specifiek aan jou gericht worden en zijn ze dus ook minder waard. En natuurlijk hebben ze ook gewoon last van concurrenten zoals TikTok bijvoorbeeld. Ze komen dan wel weer met dezelfde functies, maar die zijn ja, niet zo winstgevend als die oude functies. Dus. Heel veel verandert er ook voor het bedrijf. En er wordt gewoon heel veel geïnvesteerd in de metaverse. Volgens mij was het gisteren of eergisteren dat meta nog kwam met een event. Met wat ze willen. Met die nieuwe VR-bril bijvoorbeeld. Welke kansen op willen. Maar voordat dat bereikt wordt. Ja, dat duurt er eigenlijk wel een paar jaar. Voordat er heel veel mensen dat zullen gaan gebruiken. En tot die tijd kost het gewoon heel veel geld. Dus... Het gaat allemaal ten koste van de winst op dit moment, terwijl het nog maar de vraag is of het ooit winst gaat geven in de toekomst. Nou, die onzekerheid zien we terug in de koers. Maar ik vind het nog wel steeds een interessant bedrijf als ik ga kijken naar de waardering om toch gewoon die positie te hebben, mogelijk uit te breiden, maar even niet op dit moment. Kijken we dan naar de volgende, dat is Basic Fit, een Nederlands aandeel dus, zo'n 4% van mijn portefeuille. En daar zien we uh, dat ik nog wel zo'n 20% in de plus sta aandeel is al wel flink gedaald. Het staat hier inmiddels rond de 30, volgens mij niet zo heel lang geleden, nog rond de 40. Vrij snel een daling laten zien. Uh, IEX had daar ook een artikel over, die gaven eigenlijk aan dat er nu drie redenen zijn uh, waarom bijvoorbeeld Basic Fit uh, een van de meest geschorte Nederlandse aandelen is. Nou, aan de ene kant is dat gewoon de energiecrisis. Um, iedereen heeft te maken met hoge energiekosten en dan heeft een sportschool waarschijnlijk ook veel licht, veel gas misschien wordt gebruikt in douches bijvoorbeeld. Dus je ziet dat kan behoorlijke impact hebben op het resultaat. De tweede is gewoon de recessie. Als er een recessie komt, zullen mensen gaan kijken naar welke kosten ze maken, welke abonnementen ze hebben. En vooral wat inactievere leden of mensen die niet heel vaak gaan, die zullen misschien dus overwegen om een abonnement nu wel echt stop te zetten. En een derde reden, dat was de rente. Um, heel veel wordt natuurlijk gefinancierd om die groei mogelijk te maken. Um, als ze een sportschool hebben, kunnen ze me relatief snel terugverdienen. Alleen ja, de rente stijgt, dus om die sportschool nu geld te lenen, kost gewoon wat meer geld. Uh, zeker de laatste jaren minder winst gemaakt, dus dat gaat allemaal ja, ten koste van het resultaat. Is nu wat lastiger en met stijgende rentes, heeft dat natuurlijk ook impact op de resultaten voor de toekomst. Maar ik denk dan tegelijkertijd, zoals Basic Fit er last van heeft als grote keten, dan heeft er zeker ook de kleinere zelfstandige sportscholen, uh, sportketens, die hebben daar ook last van. Waarschijnlijk meer last van, dus het zou zomaar kunnen dat misschien juist... Wat we eigenlijk al tijdens corona zagen, dat ze waarschijnlijk kunnen profiteren van zo'n periode. Dat dat zeker ook kan gebeuren als er een energiecrisis komt of stijgende rentes zijn. Dus ik zie het niet eens zo ja, negatief in. Maar dat is meer op de wat langere termijn. En ik heb hier nu dus nog zo'n 200 aandelen van. Ik heb ze toen heel gunstig gekocht. Je ziet het ook voor 24 euro. Um, uiteindelijk heb ik volgens mij boven de 35 tot 40 euro de helft van mijn positie verkocht. Dus al flink wat winst opgenomen. Je ziet het ook meer dan 5000 euro. In totaal, terwijl ik nu nog zo'n 1000 euro in de plus staat, dus ik heb al een gedeelte winst genomen, deze aandelen houd ik nog. Het is gewoon een interessant aandeel, vind ik. Um, maar op dit moment, zoals met heel veel aandelen, niet het moment om bij te kopen, maar ook niet, zeker niet het moment eigenlijk om te verkopen. Gaan we dan naar het aandeel bovenaan het lijstje, dat is Adifica, zo'n 3% van mijn portefeuille. Zorgvastgoed staat wel zo'n 25% in de min. Um, wat we hier zien, ook een flinke daling de laatste tijd. Dit is vooral denk ik gedreven door de stijgende rentes. Uh, heel veel vastgoeddingen hebben daar natuurlijk last van. Adifica lijkt het op zich wel wat goed te doen, want die hebben eigenlijk meer dan 80% van hun leningen gehedged tegen eventuele rentestijgingen en de leningen die ze hebben, de meer dan de helft geloof ik heeft een langere looptijd van ja, meer dan 4,5 jaar. Dus op de korte termijn hebben ze zeker niet zo'n last, niet zo heel veel last laat ik zo zeggen van stijgende rentes, maar gewoon het sentiment rondom vastgoed is niet goed, dat zien we direct terug. Maar het is wel gewoon, zoals ik altijd al heb benoemd, ik wil wel iets in vastgoed doen, ook wel voor wat betreft spreiding. Waar geloof ik dan in? Niet zozeer in winkels of dat soort dingen, maar ik vind dan wel bijvoorbeeld zorgvastgoed met een vergrijzing die eraan zit te komen, een veel grotere zekerheid. Dus het is gewoon een positie die ik heb, die ik interessant vind. En mogelijk als de koers gaat dalen, eventueel wel wil gaan uitbreiden ook. Dan naar Intel, zo'n 2%, dus relatief procentueel gezien, laat het zo zeggen. Een kleine positie in mijn portfolio. Uh, in mijn portfolio um, is zo'n, even kijken, 3000 euro waard. Ik heb van de week nog bijgekocht 20 aandelen. Was eerst 100 aandelen, ik heb er nu 120 om een beetje die gemiddelde aankoopkosten omlaag te krijgen. Nu zo'n uh, 44 dollar per stuk. Ik sta wel 35% in de min, ondanks dat ik het eigenlijk niet heel lang geleden. Afgelopen jaar heb ik gekocht, dus nog steeds een flinke daling, maar dat zien we eigenlijk ook bij AMD, dat zien we ook bij NVIDIA. Waarom investeer ik dan in Intel? Als je gaat kijken, Intel, afgelopen jaar hebben ze gewoon heel veel slechte dingen gedaan, maar het lijkt er nu wel op dat het lijkt er in ieder geval op dat het beter gaat worden. Je ziet dat ze vooral investeren in Amerika, in Duitsland met veel nieuwe fabrieken. Je ziet dat ze met nieuwe producten komen, zoals hun grafische kaart, is misschien nog niet zo goed als NVIDIA. Bij lange na misschien niet zo goed, maar als je gaat kijken naar de prijs, best wel concurrerend. En er zijn nog heel veel verbeteringen die ze hebben te maken op betref, uh, wat betreft software bijvoorbeeld. Dus het lijkt wel op dat misschien deze generatie na een software update of de volgende generatie, als ze deze in ieder geval deze stappen doorzetten, wel best succesvol kan worden. Dat er weer een extra concurrent op de markt komt. Altijd interessant denk ik zeker voor de concurrent of uh, voor de consument zijnde zelf natuurlijk ook. Het is alleen een beetje de vraag van die grafische kaart is dus nou net, wordt die geïnteresseerd? geïntroduceerd op een moment dat de markt er eigenlijk niet op zit te wachten. Het was volgens mij van plan dat die eerder zou komen, uitgesteld. Vorig jaar had je echt nog bijvoorbeeld crypto-hype. Heel veel vraag naar grafische kaarten. Nu is dat er niet en net op dit moment komen ze met die kaart. Dus het is misschien niet het beste moment, maar wel weer een nieuw product waar ze best wel ja, een goede stap hebben gezet. Dus laten we hopen dat ze dit door kunnen zetten richting de toekomst. Eigenlijk een bedrijf dat altijd heel veel, ondanks dat het niet zo populair was met hun producten, um, wel altijd gewoon heel... Heel veel winst heeft gemaakt, heel veel cashflow heeft gehad. Nu investeren ze dat vooral weer um, in de toekomst. Dus laten we hopen dat ze in de toekomst ook weer flink winstgevend zijn en blijven. Maar dat dan vooral ook wat beleggers bereid zijn om die winst te betalen, die multiple, dat die dan terugkomt. En dat op die manier dus de koers juist omhoog gaat. Komen we aan bij nog een aandeel met 2% in mijn portefeuille en dat is Prologis. Uh, ja, We hadden eerst al zorgvastgoed, nu zijn het juist de vastgoed, de grote dozen zeg maar, op het industrieterrein. Um, Vind ik ook interessant. Dat is eigenlijk een andere sector van vastgoed die ik heel interessant vind. Waar ik aan de ene kant ooit veel groei zie, omdat er heel veel richting webshops gaat. Aan de andere kant in Nederland zie je juist dat dit soort ja, grote dozen steeds moeilijker wordt om te bouwen. Dus als je ze al hebt, kan het waarschijnlijk heel interessant zijn. Omdat je misschien wel huurprijzen kunt verhogen. Heb hebben ook heel erg goede um, ja, hoe moet ik het zeggen? percentage van verhuur. Bijna 98% wordt verhuurd van de vierkante meters die ze hebben. Dus. Lange termijn contracten, maar ook dit aandeel heeft gewoon last van stijgende rentes. dat zie je dus direct terug gewoon in de koers van het aandeel. Kijken dan naar een volgend uh, Nederlands aandeel, dat is cm.com. Ook zo'n 2% in mijn portefeuille. Een aandeel dat procentueel gezien de meeste daling heeft gezien. 62% maar liefst. Um, achteraf gezien, heel makkelijk te zeggen, achteraf is, was dit niet het juiste moment om het te kopen. Maar het is wel een, vind ik in ieder geval, een interessant bedrijf. De technologie, wat ze doen. En eigenlijk ook als je naar de CEO luistert, dan hebben ze altijd wel weer interessante dingen voor de toekomst. Dat ze hard kunnen groeien, dat de klanten die erbij komen langere tijd klant blijven, dat de omzet per klant toeneemt. Alleen het is gewoon niet het juiste moment geweest om het te kopen. Je ziet dat ook bij zeg maar, de Amerikaanse concurrent Twilio. Die zijn ook 80% van de koers verloren het laatste jaar. Dus uh, wat ze doen, heel interessant. Ze hebben aan de ene kant kunnen profiteren tijdens corona. Alle sms'jes die je kreeg van coronaprikken, afspraken met de GGD... die kwamen bijvoorbeeld via, um, via cm.com. Dus je ziet wel... bedrijven gaan op steeds meer manieren klantcontact doen... en dit bedrijf doet eigenlijk op al die mogelijke manieren... proberen ze te combineren. Uh, ze zijn ook heel bekend geworden, denk ik, bij het publiek... vanwege de Formule 1 en Zandvoort. De ticketverkoop, de, de tokens, om dingen mee af te rekenen daar. Daar hadden ze natuurlijk dan bij, in de kant een positief ding het laatste jaar... terwijl ook de laatste jaren ze juist... Hetzelfde konden het doen bij festivals die juist niet doorgingen. Dus het is soms wat plussen, soms wat minnen. Uh, maar uiteindelijk vooral een min van 62% op deze positie van mij. Niet het moment ook weer om uit te breiden, maar wel eventueel in de gaten te houden dat mocht ik het wel weer interessant vinden. ook op de korte termijn om dan wel juist bij te kopen. om een gemiddelde aankoopkosten omlaag te krijgen. Dan de ene en laatste positie met 1%. Dat is Google, oftewel Alphabet. Um, ik zal er niet zo heel lang over ingaan, want die heb ik volgens mij vorige maand pas gekocht op 105. Tik tikte hem toen aan. Inmiddels zien we wel dat hij al onder de 100 dollar zit. Is dus al hier een verlies van zo'n 5%. Zal er waarschijnlijk komen ook vanwege koersvalutaverschillen, uh, zo moet ik zeggen. Um, waarom ik het op dat moment kocht, waarom ik het interessant vond bij 105 dollar, zal ik ook even linken naar die video die ik op dat moment heb gemaakt met de waardering. Waarom ik tot die koers kom. En dan komen we aan bij het laatste aandeel, ook 1% van mijn portefeuille. Dat is Palantir. Palentier, ook zo'n 60% in de min. Gelukkig, degene met de grootste procentuele verliezen, zijn vaak ook de wat kleinste posities. De positie die ik met een paar duizend euro in dit geval neem. Um, om een kans te nemen, om een gokje te wagen, om wat dingen te proberen. Niet altijd zoals bij Google, per se, gebaseerd op een waardering. Is niet altijd heel slim. Uh, maar ook soms op gevoel, net zoals ik ooit heb gedaan bij Tesla ooit een eerste stap hebben genomen... naarmate ik meer wist... meer vertrouwen kreeg in het bedrijf... Um, ja, meer langzaamaan bijgekocht. Nou, dat is niet geweest in ieder geval bij dit bedrijf. Al heb ik wel dat het, het... ziet er gewoon heel interessant uit voor de toekomst. Alleen dat soort bedrijven worden ook hard afgestraft. En zeker op momenten zoals nu... als ze nog geen winst maken... als er rentes stijgen... als er angst in de markt zit... zijn dit de aandelen die het hardste dalen. Maar misschien ook alweer het hardste stijgen in de toekomst. Waarom is Palantir dan wel interessant... Vanwege ja, de big data, je kunt wel heel veel data hebben, je moet er ook iets bruikbaars mee doen. Eerst deden ze dat vooral voor overheden. Uh, inmiddels zie je dat steeds meer bedrijven ook bij Palantir klant worden. Ook hier, zoals ik het al vaker benoem, um, het wordt heel lastig om klant te worden. Er zit heel veel geld is daarmee gemoeid of systemen om in te richten. Maar als je dan eenmaal klant bent, dan zul je waarschijnlijk ook niet zo snel opstappen. Dus als Palantir eenmaal een klant heeft, is het waarschijnlijk ook voor hele lange tijd en kunnen ze ook daar uiteindelijk... Veel geld aan verdienen. En je ziet ook steeds meer sectoren gebruik maken. Dus wat ik zei, eerst was het de overheid. Nu zie je oliebedrijven, andere bedrijven. Iedereen die met big data iets te doen heeft. Die kan toch weer toepassingen vindt Palantir om iets te doen met die data. En langzaamaan zullen ze dus ook op die manier steeds meer klanten krijgen. Is mijn gevoel in ieder geval voor de toekomst. Maar ja, dat is dus de toekomst nog niet op dit moment. Maar het is dan wel procentueel gezien een... Um, groot verlies, maar de positie is dan relatief weer klein in mijn portfolio. Dus dat geeft een beetje wat comfort. En zo hebben we dus eigenlijk een overzicht van mijn totale portfolio: uh, twee ETF's en 10 of 11 inmiddels, geloof ik, losse uh, aandelen die ik heb. En het aantal posities is dan minder dan een jaar geleden. Dat ik op deze manier wat meer overzicht houd. Uh, vind ik wat fijner. Kan je bedrijven wat beter uh, volgen. Soms wat nieuwe posities. Zoals Google bijvoorbeeld. Die ik eigenlijk al hoop uit te breiden naarmate ook zeker de koers daalt de komende tijd. En de bedrijven gewoon interessant uit blijft zien. Maar dat is dus eigenlijk de dingen. De aandelen die ik heb. Uh, hoe ik daar naar kijk. Maar laat dus ook vooral weten wat jij denkt van mijn portfolio. Hoe ik denk over bepaalde posities. En doe dat via de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien in de toekomst, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.